Ja. Hoe komt dat binnen bij u? Het overvaltje, hè? Overvaltje. Om zo het nieuwe jaar te beginnen. Dat is geweldig. Stop. Hoeveel heeft u gekregen? Eén lot, voor één lot. 965.000. Wauw. Ja. En plannen? Och, ja. Nog niet. Het is te vers. Het is te vers, ik denk het wel. Het is ongelooflijk. Ik ben wel heel blij zo te zien. Ja, zeker. Heel blij. Heel veel plezier. Dank je wel. Hoi. Okay. Ook niet de goede postcode trouwens. Nee. Nee, maar jullie komen wel uit Sittard. Ja, we wonen een paar straten verderop. Ja. En doet dat pijn nou? Ja, een beetje. Vooral in mijn portemonnee. Een beetje, ja. Een beetje jammer, ja. En ga je nou tevoren wel meedoen? Ja, daar moet ik even over nadenken. Ja. Wat zou je met het geld willen doen als je het zou winnen? Ik zou meteen naar Ibiza gaan of zo. Lekker feesten. Lekker feesten, ja. Gelijk heb je. Woont hier ook in de buurt? Ja, ik woon hier in de buurt. Ja. Ja. Maar wel aan, de andere kant van de straat. Dus het is een beetje jammer. Ja, en wat vindt u ervan nou? Ik vind het wel leuk. Ja, maar niet jammer dat u niks heeft? Ja, maar ik heb wel wat. Ik heb een lot. Ja, maar heeft u ook een prijs? Ja. Oh, u bent een van de gelukkigen. Ja. En u komt nou even kou staan vatten om te kijken hoe het andere... Yes, dat doen we, ja. Dus u bent ook een gelukkig mens? Ja. Oké, maar geen televisieploeg binnen? Nee, jammer. Maar dan staan wij hier toch een beetje... Ja, ook dat. En ik heb, kijk maar eens, ik heb een heleboel toeschouwers. Die lachen nou allemaal. Maar die hebben allemaal geen lot. Wij zijn hier. Ook gewonnen. Ja. Oh, jullie zijn ook winnaars? Ja, we zijn ook hier. Ja, we zijn winnaars. Maar u bent ook heel gelukkig nou? Nou, dat denk ik. Heeft u al plannen voor het geld? Nou, de vrouw had een autootje kopen even. Wist dat? Jullie zijn ook prijswinnaars? Nee, helaas niet, maar wel, ik ben wel mee in het geluk van hun. Jullie wonen in de buurt? Ja, twee straten hier vandaan. Ja. En nu? Ja, verhuisd. Hoe wil ook nog krijgen met ons ene lot? Ja, dat zal waarschijnlijk. 2000 volgens mij. 2000 horen we, en daar zou ik wel heel blij mee zijn. Ja, toch? Ja, dat denk ik. Ja. Maar je bent niet echt verdrietig. Ja, zeg. Nee. Ik ben hartstikke blij van deze mensen. Een opa en oma, 1,9. Hoe heet u? Ik heet Mireille Hellenbrand. En ik woon op nummer 18. In dezelfde straat waar de prijzen zijn? Ja. En wat heeft u gewonnen? Niets, want ik ben niet meer bij de postcode loterij. Ik ben er net weggegaan. Ik vond het soms zo'n flauwe prijs. Ik was erbij gegaan voor de goede doelen. Maar dan moest je weer een bosje bloemen gaan halen. En de bloemist had dan iets te doen, maar een straat verder, die bloemist raakte bijna failliet. Dus van het flauwe prijs. En soms moest ik naar een museum ergens in Den Haag gaan. Ja, of een voorstelling. Dus ik vond het niks. Maar hoe voelt u zich nu? Nou, ik vind het niet zo belangrijk. Ik vind het leuk. Heeft u een traantje gelaten toen u het merkte? Nee, helemaal niet. Nee, ik gun het die mensen heel erg die er blij mee zijn. Ja. Dus, En nu gaat u weer opnieuw meedoen? Nou, ik weet het niet. Ik weet het nog niet, nee. Oké, sterk. Ja. Dag meneer, hoe is uw naam? Sabelkoel. Als inwoner van Sittard zijn, dan wil ik de mensen hier van harte proficiat wensen met hun prijs. Het is van harte gegund. Waarvan acte. Heeft u ook een lot? Ja. En wat heeft u gewonnen? Ik zit op 1636. En dan heeft u wel wat of niks? Dat is, weet ik niet. Oké. Wordt wel een spannende nacht. Ja, nou ja, ik heb wel gezien. 61. 33 is wat gevallen, dat heb ik al gecontroleerd, maar verder weet ik het ook niet. Je hebt al de leukste baan van Nederland. Zo, dit is toch niet normaal? Dit is zo leuk. Dit is wel echt iets bijzonders weer hoor. Wat heb je vanavond allemaal uitgereikt? We hebben zulke mooie bedragen uitgereikt. Ik ben begonnen geloof ik met ruim 4 ton. En het bouwde schop, het werd dikke miljoen. En we hebben net 2 miljoen tot zelfs dik 3 miljoen. Ja, dit is... Maar het is ook zo'n leuke straat. Het zijn zulke leuke mensen. Ze zijn zo dankbaar. En dat vind ik gewoon heel leuk om te zien. Ja, komt goed terecht. Allemaal lieve mensen.
Ja, ik kan wel, ja. Wanneer gaat u het in de gaten? Om 9 uur denk ik, belde de buurvrouw. We waren op een feestje met vrienden en toen belde de buurvrouw, je moet nu naar huis komen, want we hebben iets gewonnen. Maar hoe of wat, nee. Nee. En toen hoorde u, hoeveel heeft u gewonnen? 3 miljoen en nog iets. Sorry, ik ben even alles vergeten. Maar heeft u ook plannen? Nee, eigenlijk niet. Nee. Het is zo onwerkelijk. Ja. Ja. Kunt u wel slapen vannacht? Ik denk het niet, we gaan gewoon een feestje bouwen. Heel veel.